Wat leuk dat je deze video bekijkt en beland bent in deze reeks over de 7 principes van Cialdini. Wij als Debatinstituut waarderen het heel erg dat jij deze video bekijkt. En by the way, wat zie je er goed uit vandaag? Deze introductie was een typisch voorbeeld van het beïnvloedingsprincipe sympathie. In deze video ga ik jou uitleggen hoe je sympathie kan inzetten in je dagelijkse leven of om jouw team te overtuigen. Robert Cialdini is wetenschapper op het gebied van beïnvloeden. En hij heeft onder andere het beïnvloedingsprincipe sympathie bedacht. Mensen zijn namelijk sneller geneigd om ja te zeggen tegen bedrijven en personen die ze kennen en waar ze sympathie voor hebben. Sympathie komt voort uit de gelijkenissen, complimenten en ervaringen die je met elkaar deelt. Degene die dat bezit, die heeft de gunfactor. En degene met de gunfactor krijgt steeds vaker het voordeel van de twijfel. Sympathie kun je inzetten om aardig gevonden te worden. Maar ook om jouw werk menselijker te maken. Zorg er dus voor dat mensen je mogen. Hoe kun jij dit principe nu toepassen in je werk? Cialdini heeft hier meerdere manieren voor bedacht. De eerste is fysieke aantrekkelijkheid. Zorg ervoor dat je goed gekleed en goed verzorgd naar een afspraak toe gaat. Pas je kleding ook aan naar gelang het type afspraak dat je hebt. De tweede manier om sympathie te krijgen is gelijksoortigheid. Je boodschap of betoog valt waarschijnlijk beter bij mensen met dezelfde mening. Of met dezelfde interesse. Zoek dit dan ook op in een gesprek. De derde manier om sympathieker gevonden te worden is complimenten. Iedereen houdt er natuurlijk van om een complimentje te krijgen. Wees dus complimenteus en probeer het op een spontane manier te verwerken. De vierde manier waardoor mensen jou sympathieker vinden is contact en samenwerking. Hou frequent contact met elkaar, ook buiten werktijd om. Probeer eens te vragen, goh, hoe gaat het nu met je? Of als bij een belangrijke gebeurtenis, vraag daar dan naar. Je zult zien dat mensen je dan veel sympathieker vinden. Kortom, als concrete tips voor jezelf, zorg dat je er verzorgd en professioneel uitziet. Zoek de gelijkenissen op tussen jou en je collega's. Wees complimenteus. Hou de contacten warm, ook na een werkgerelateerde opdracht. En met deze 4 tips word jij sympathieker gevonden en kom je veel overtuigender over. Wat leuk dat je deze video hebt afgekeken. En wij zien elkaar sowieso de volgende keer weer. Anita en ik hebben een reeks gemaakt over de 7 principes van overtuigingskracht van Robert Cialdini. Wil je hier meer over weten en ben je nou enthousiast? Abonneer je dan vooral op ons YouTube kanaal. En wil je meer leren over het toepassen van de principes van Cialdini? Kijk dan ook eens op onze website en naar de training Bewust Beïnvloeden.